Dag allemaal, lezen voor de lijst. Frederik van Eden, de kleine Johannes, geschreven in 1887. Gek genoeg een heel actueel boek. Van Eden waarschuwt ons dat dit werk geen sprookje is, maar er wel op lijkt. Ik zou zeggen, het is één grote parabel, symbolisch verhaal, gelijkenis. Met sprookjesachtige elementen erin. Het is een parabel over de menselijke ontwikkeling van Johannes, de hoofdpersoon. Van, laten we zeggen, kleuter tot volwassene. Het boek gaat over de ontwikkeling die ieder mens meer of minder bewust doormaakt. En er zijn vier stadia, of misschien ook vijf, dat hangt er vanaf hoe je het opvat. Vier stadia die een mens globaal doorloopt. Stadium 1 is het stadium van Windekind. Stadium 2 is het stadium van Wistik, de kabouter. Met een terugkeer, een regressie naar Robinetta. Stadium 3 is het stadium van Pluizer en Dr. Cijfer. En stadium 4 is wat we het stadium van het ongenoemde noemen. Omdat de naam van God of Jezus wordt afgewezen, maar er wel een soort absoluut wezen is waarvan hij een visioen krijgt. De ongenoemde dus, het stadium van de ongenoemde. Eerste stadium. Johannes maakt kennis met een elfje. Windekind. Blond haar, glazen vleugeltjes, een krans van winden in het haar. Windekind is sterk verbonden met de natuur. Het windekindstadium is het stadium van eenheid met de natuur, met de kinderlijke fantasie, met het magische denken, met harmonie en met geluk. Je kindertijd dus, je vroegste kindertijd. De mens wordt gezien als vernietiger van de natuur in dit gedeelte. Mensen zijn de vijand van alles wat leeft. En dat is dus heel actueel en heel modern. In 1887 al. Mensen zijn dus de vijand van alles wat leeft in de natuur. Ze zijn de verbinding met het sprookjesachtige, wonderlijke kwijtgeraakt. Denk aan de godsdienstige bijeenkomst die beschreven wordt in de natuur, waarbij alles vertrapt wordt. De traditionele christelijke God wordt afgewezen als leidsman in de zoektocht naar het gouden kistje waarvan sprake is, waarvan ik zo het rijmpje nog even zal opnoemen, waarvan Johannes wel het sleuteltje heeft gekregen. Eén zijn met de schoonheid en goedheid van de natuur, dat is het ware bidden. Dat Windekind aan Johannes leert. Dus bidden is eenheid met de schoonheid en goedheid van de natuur zijn. Dat kun je als kind, dat kun je jezelf ook nog wel herinneren als je buiten speelde, kun je dat echt ervaren. Dan komt het tweede stadium. Dan wordt er een zekere kabouter, wist ik het, geïntroduceerd. Hè? Maak het woord maar af, wist ik het maar. Dat is stadium van het weten. Je gaat de grote waarom-vragen stellen als kind. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dus naar het geheim van het zijn wordt gezocht. En dat is allemaal te vinden, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, in een boekje. En Johannes heeft het sleuteltje al, maar hij gaat op zoek naar het boekje. Hij heeft de sleutel dus al in het eerste stadium gekregen. Het rijmpje gaat als volgt. Mensen hebben het gouden kistje. Elfen hebben de gouden sleutel. Elfen vijand vindt het niet. Een mensenvriend slechts opent het. Ik zal helemaal aan het eind van deze video nog even op dit rijmpje terugkomen. Duizenden mensen zoeken het kistje. Ten koste van alles. Hè? Dus dat is de zoektocht van de wetenschap, van het willen weten naar het uiteindelijke begrip van alles en daarmee naar het geluk.
In dit deel is weer een afwijzing van de christelijke God. Het boek over God is niet het boek dat alles verklaart, dat verklaart waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En Windekind weet dat en als hij verliefd wordt op Robinetta, zegt hij dat thuis bij Robinetta ook tegen de vader van Robinetta. Dit is het boek niet, als die vader zegt dit boek moet je hebben om alles te begrijpen, te weten en gelukkig te zijn. Maar Robinetta laat hem in zijn zoektocht naar het boekje met de antwoorden in de steek. Als Robinetta's vader hem de deur uitzet, omdat hij meent dat de Bijbel het boek, omdat Johannes meent dat de Bijbel het boek niet is en de vader van Robinetta heel erg boos wordt, doet Robinetta vervolgens niets. Prachtig citaat uit dit gedeelte. God is een grote petroleumlamp waardoor duizenden verdwalen en verongelukken. Ook dat is denk ik een prachtig citaat. Het derde stadium. Hij komt weer, groeit weer op en hij komt in een hoger stadium terecht. Het stadium van pluizer, denk aan uitpluizen. Je kunt ook dingen te weten komen door het uit elkaar te rukken, door het uit te pluizen. En dokter Cijfer, het stadium van kennis vergaren, van uitpluizen hoe de dingen in elkaar zitten, van wiskundig wetenschappelijk leren denken. Dan ben je natuurlijk al wat ouder en begint op de lagere school al, dat je die kennis gaat opdoen en op een bepaalde manier leert denken, logisch leert denken, op het VWO al voorbereidend wetenschappelijk leert denken. Volgens Pluizer weet Windekind nergens van en bestaat dat die hele Windekind niet en heeft die ook nooit bestaan. Het is een sterke afwijzing van Windekind. Maar denk erom, mensen, elfenvijand vindt het niet. Dus je kunt het boekje dan niet vinden in het kistje. Pluizer zegt meer van het boekje af te weten. Een mens moet werken en denken en zoeken. De mensen zoeken een tijdje en dan zien ze hein. Dat is de dood. Het uitpluizen en de wetenschap bedrijven doet de realiteit van de dood onder ogen zien. Op een gegeven moment word je je bewust van het feit dat het eind van je leven ook voor jou de dood zal zijn. En de dood is hier een persoon geworden, is gepersonificeerd. In een laboratorium ontmoet Johannes dokter Cijfer, die juist vivisectie pleegt op een levend konijn. Dat is een afschuwelijk gedeelte waar het konijn eigenlijk neergelegd is en vastgebonden met zijn pootjes. En ze staan klaar om vivisectie op dat dier te plegen. Om maar te weten te komen, doet de wetenschap alles. Hoe actueel is dat? Hè? Dat moet nu eenmaal, zegt dokter Cijfer, om te begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Als je het wezen van de dingen wil begrijpen, dan moet je reductionistische wetenschappen bedrijven. Reductionistische wetenschap, dat is wetenschap die de dingen terugbrengt tot niet meer dan. Een paar voorbeelden. Als je reductionistisch redeneert, dan zeg je: leven is niet meer dan even zoeken en dan sterven. Er is geen plaats voor schoonheid, voor goedheid, voor barmhartigheid, voor medelijden, voor al die andere dingen. Daar is geen ruimte voor. Dieren zijn niet meer dan handige wezens om open te snijden en nog meer te weten te komen. God is niet meer dan bedenkseltjes en praatjes. Een prachtig feest wat hij bezoekt is niet meer dan verborgen wedijver, jaloezie en voorbereiding op het sterven. Johannes is geschokt. En hij wordt op sprookjesachtige wijze onder de grond gebracht, zelfs, waar de ontbindende lijken liggen te rotten. En daar maakt hij kennis met het vernietigings
gebeuren en met het ontbinden van lijken. Dat is de realiteit. Dat is wat we onderzoeken. Leven is niet meer dan na een korte tijdsspanne doodgaan. De dood vindt overigens wel, het is immers een persoon, dat Johannes een goed mens zou moeten worden. Hij is nog minder cynisch en minder hard dan dokter Cijfer en Pluizer. Maar hij gaat toch Johannes bij dokter Cijfer in de leer en hij raakt dan ook vervreemd van goedheid, schoonheid, barmhartigheid, mededogen en liefde. Daar komt hij in een soort crisis. Gaandeweg gaat hij geloven dat Windekind nooit bestaan heeft. Er is slechts de doodsheid en het ongeluk van een wetenschappelijke reductionistische wereldbeeld. En dat maakt je bepaald niet gelukkig als je op die wetenschappelijke manier blijft redeneren. Citaat, als Johannes staat te genieten van het licht buiten, dan wordt er reductionistisch gezegd, het licht is eigenlijk een heel klein vlammetje dat op een heel klein stukje van de aarde valt. Terwijl je dat licht ook heel anders kan benaderen. Hè? Als het licht is niet alleen maar een natuurkundig verschijnsel, maar het is ook dat wat ons vreugde geeft in het leven en wat ons energie geeft om goedheid en schoonheid te beleven. Daarom in die crisis moet Johannes op een gegeven moment huilen. Hij verlangt naar huis en hij heeft dat verlangen ook een paar maal uitgesproken tegen Pluizer. En die gaat dat voor hem waarmaken. Pluizer neemt hem mee naar zijn oude huis bij de duinen en de zee, waar zijn vader woont en waar hij iets van Windekind hoopt terug te vinden. Daar aangekomen blijkt zijn vader stervende. De dood is ook al aanwezig. Als vader gestorven is, wil Pluizer sexy op zijn vader plegen. Nou, hoe onethisch kun je zijn als iemand overleden is daar onmiddellijk met een mes in te snijden. En dan komt het verzet van Johannes. Hij worstelt met Pluizer om dat te voorkomen. En hij wint. Dan vraagt hij aan de dood of hij Pluizer en Cijfer ooit nog terugziet, maar vooral Pluizer. En de dood zegt nee, die zie je nooit meer terug. Wie hem eenmaal aandurft, ziet hem nooit weer. Dus als je één keer de confrontatie aangaat met dat wetenschappelijke wereldbeeld en dat verslaat, dan hoef je nooit meer bang te zijn dat je weer opnieuw met die wetenschappelijke waarheid aan de gang moet. Als de morgen dan aanbreekt, heeft Johannes een visioen aan zee. Er is een lichtende gestalte die hem verschijnt en hij vraagt dan ook, zijt gij Jezus? Zijt gij God? En het antwoord is, noem die namen niet. Nou, dat komt helemaal overeen met de afwijzing van de christelijke God. Maar die wordt hier niet echt afgewezen, maar hem wordt als het ware gezegd, gebruik die namen niet. Noem die namen niet, vandaar het stadium van het ongenoemde. Dit is het laatste stadium van een ongenoemde kracht, van het licht, kun je zeggen, of van het absolute, of hoe je dat maar allemaal wil noemen. Of, en dat is denk ik de mening van Van Eden als schrijver, de kracht die we in onszelf vinden. Want hij zegt op een gegeven moment ook, die gestalte, wie mij kennen wil, werpen die namen weg, van Jezus en van God, en luisteren naar zichzelf. Dus je moet in jezelf de waarheid, schoonheid, goedheid beleven. En dan kun je het
wel verder, zeg maar goed, kun je het leven zelf wel goed hebben en het wetenschappelijke van je afwerpen. Niet dat je niet meer aan wetenschap doet, maar je hebt dat wetenschappelijke wereldbeeld niet meer. En hij wordt dan voor de keuze geplaatst. Johannes, ga je terug naar Windekind of daar ginds heen naar de donkere stad waar de mensheid is en haar weedom. Het woord weedom betekent verdriet. Maar wil je iets doen aan het verdriet van de mensen? En wil je naar de donkere stad om daar te helpen, die mensen die daar moeten lijden? Of keer je terug naar die windkindfase? Hij aarzelt geen moment en hij kiest voor het laatste. Hij kiest er dus voor om de mensen te gaan helpen. We moeten even terug naar dat gedichtje, want daar was een sleuteltje, er is sprake van een boekje en van een gouden kistje. Het is dus niet helemaal duidelijk of dat boekje nou in dat gouden kistje ligt, dat weet ik niet precies. Maar er was wel een rijmpje dat we nu beter begrijpen. Mensen hebben het gouden kistje, dus je hebt zelf, zeg maar, het goud in handen, maar je hebt de kinderlijke overgave nodig en de fantasie en de respect voor het wonderlijke om er iets mee te kunnen. Elfen hebben de gouden sleutel. Nou, Johannes heeft de sleutel wel gezocht, maar niet meer terug kunnen vinden. Maar elfen hebben de gouden sleutel. Dus die zit in het windekindstadium. Daar zit een gouden sleutel in. Als je wetenschap bedrijft en je doet dat met de nodige kinderlijke fantasie en overgave en met oog voor de goedheid en schoonheid van de natuur, dan doe je het goed. Mensenvriend slechts opent het. Daar heb je het. Hij was ook een mensenvriend geworden door naar de mensheid af te dalen, als het ware naar de stad en daar de mensen te gaan helpen. En elfen vijand vindt het niet. Hè? Dus als jij een vijand bent van Windekind, dan zul je nooit, zeg maar, iets van geluk en schoonheid zoals die bij Windekind te vinden zijn, vinden. En dan zul je misschien ook wel, zeg ik dan, als het boekje in het kistje ligt, zul je misschien ook nooit het boekje vinden. Maar ik denk niet dat het boekje in het kistje ligt, want het boek is eigenlijk de zoektocht naar waarom alles is zoals het is, en daar is volgens mij geen antwoord op. En dat is in het boek ook zo. Ik denk dat het twee verschillende raadselachtige opgaven zijn. Het boekje met het kistje, met de sleutel en het boekje. Het leven van Frederik van Eeden is ongelooflijk interessant. Het is een hele interessante man die zelf ook zijn hele leven lang van alles gezocht heeft in zijn leven. Aan allerlei levensovertuigingen een tijdje heeft gedaan. En ook nog een soort commune gesticht heeft, Walden. En op allerlei manieren bezig geweest is met de zin van het leven. Hij heeft die worsteling met de wetenschap, die zo belangrijk is, zelf ook doorgemaakt. Ik heb zijn dagboeken gelezen. Het zijn hele dikke pillen, een stuk of vier zijn er wel. Want hij heeft bijna zijn hele leven dagboeken bijgehouden. En daarin vind je ook wel die worsteling met de wetenschap terug. En hij is uiteindelijk arts en psychiater geworden. Dus je kunt je voorstellen dat toen Johannes te horen kreeg, wil je naar de mensen gaan om ze te helpen, dat hij wel degelijk wist wat zijn doel was. Hij wilde daar arts worden om de pijn en het verdriet van de mensen minder te maken. En in die zin is het hele boek eigenlijk ook wel autobiografisch te noemen, maar het is vooral een meesterwerk op het gebied van de beschrijving van de persoonlijkheidsontwikkeling. En in 1884, of 1887, moet ik even kijken hoor.
wat het was, in 1887, waren we nog niet zo ver dat we zoveel van de psychiatrie en van de geest van de mens afwisten. Freud is net 10 jaar daarvoor met publiceren begonnen. Dus we weten niet zoveel van die persoonlijkheidsontwikkeling af. En dit is een prachtig boekje met actualiteit. Het milieu en het probleem van het milieu zit erin. De gedachte dat je de kracht in jezelf moet vinden in plaats van in de traditionele godsdienst. Dat zal ook ontzettend veel mensen aanspreken, denk ik. Dat je moet proberen zelf de goedheid en schoonheid en barmhartigheid in jezelf te vinden en de afwijzing van het onethische wetenschappelijke denken. Dus je moet niet zeggen op het tentamen, hij wijst de wetenschap af. Nee, hij wijst af hoe die bedreven wordt. Nou, wat er op het gebied van klonen bijvoorbeeld plaatsvindt, denk aan Streef van Brijs, de Engelenmaker, dat probleem van de ethiek, hoe ga ik met mijn wetenschappelijke kennis om? Mag alles wat kan? Dat zit in dit boek heel duidelijk. Er wordt hier duidelijk gezegd, dat kan niet. Je kunt niet vivisectie plegen op iemand die pas gestorven is. Dat is onethisch. Dus je hebt ethische grenzen waarbinnen je dan de wetenschap beoefent. En je moet oog blijven houden voor de wonderlijke, mysterieuze van het leven zelf. Ik heb het weer eens herlezen, want ik had het al verschillende malen gelezen. Ik ben een groot bewonderaar van Eden, hoor je wel. Ik vond het een mooi boek. Een boek waar je wat van kan leren. Waar heel veel in zit. En ik hoop dat ik je geholpen heb om de grote lijnen ervan in ieder geval goed te begrijpen. Er valt veel met je docent over te discussiëren op het tentamen. Over de grenzen van de wetenschap. Over de rol van de fantasie. Over die verschillende stadia die je door moet maken, doorgaat maken, die je zelf aan het doormaken bent. Jullie zijn al in het dokter, cijfer en pluizer stadium aanbeland. Nou, daar kun je van alles van zeggen. Ik wens je daarbij heel erg van harte succes. Kijk op mijn kanaal, er staan meer dan 80 boekbesprekingen. Ik wens je een fijne dag en tot ziens. Dag.